Serieus man, als wij hier een aansteker bij houden, dan hebben we echt wereldnieuws. Nou, beste kijkers, daar zijn we weer. Hey, jeppe, jongen, waar zijn wij vanavond? Als ik hier zo een klein beetje naar rechts kijk, zie ik hele grote cilinders staan, een soort van tanks. En als ik mij niet vergis, is dit een van de grootste olieopslagplaatsen van Nederland. Dat kan maar één ding betekenen. Dat wij even een kijkje gaan nemen. Come on, Bonnard! Let's go! Zijn jullie ooit op de bovenkant van zo'n silo geweest? Dat is trouwens ook echt gewoon, ik denk wel een goede 50 meter hoog dit. Ja, ach. Maar ja, ze hebben een ladder. En ik denk dat het ook wel interessant is om even te kijken of er überhaupt olie in zit, weet je. Ik ben heel benieuwd of we daar binnen kunnen komen, jongen. Ja. Maar dit is echt een plek waar gewoon volgens mij 24/7 gewerkt wordt. Ja, precies. En in tegenstelling tot hoe het lijkt, het is helemaal niet zo laat. Maar wacht even, gast. Ik zeg, dit hek staat fucking open. Let's make a run for it, man. Oh man. Oh, fuck, auto. Ja, dit valt er super op, hè, wat we nu doen. Ja, nou, die auto die kan nog zien, maar die let waarschijnlijk meer op de weg dan op ons. Oké, gast hier op de camera. Jij gaat er hier overheen? Ja, gast, er wil er alles overheen. Ik ga hier niet fucking gepakt worden, weet je. Ja, dit ziet er heel beëindigd uit, jongens. Hoe hij dit aanpakt. Ja, het is allemaal prikkeldraad, hè. Er komt nog een auto aan. Nou, die rijdt de andere kant op. Hey, je bent er al. Jezus. Ik ben niet gefilmd, gast. Heel goed. Ik ben heel subtiel. Oh, jezus. Wat doe je? Ik ben vol bek gegaan, gast. Ah, ik ben echt afgestort. Hij zit er een beetje aan te stellen. Dat is niet van mij. Hij zit me aan te stellen. Klootzak. Jezus. Beetje behendigheid, gast. We zijn hier... Hey, come on, jongen. Hoe, als we dit een 1 tot 5 sterren moeten geven qua moeilijkheid naar binnen te komen, hoeveel sterren krijgt dat? Ik zou zeggen... En twee sterren, anderhalf? Ja, anderhalf. Ik zeg anderhalf. Één. Het was één hekgast. Oké. Wat is het? Ja, het jij wordt gelijk weer zo... Ja, jij vindt het panisch, gast. Dat is gewoon voorzichtig. Nee. Jongen, ik klim hier niet over een hek om vervolgens binnen 5 seconden buiten te staan. Je ruikt ook gewoon het ruikt gas echt, of zo. Het ruikt hier echt zwaar naar een tankstation. Kunnen we hier ook ergens naar boven? Nou ja, wat dacht je van... Doe jij dat? Nou ja, gast, ik doe niet anders. Ik pak de trap, hoor. Gast, ik probeer hier ongezien rond te lopen en jij gaat gewoon over alle gebaande paden. Ik vind het gek dat je zo vaak op je bek je broek, jongen. Ja, daar zijn gewoon mensen bezig. Kut, ik niet snel zijn. Weg. Er zijn gewoon mensen aan het werk, man. Oké, nu moet ik er ook aan geloven. Kijk, je hebt hier 1 brug, 2 bruggen. 3 bruggen, laten we even de achterste nemen. Man. Ik zit op die daar. Oei, ik zit gewoon in mijn neus buiten, terwijl ik op de camera ben. Wat zeg je? Op welke? Schaamteloos. Dit is wel cool hoor. Oké, daar ben ik dan. Eindelijk op de top van de silo waar Jeppe zit. Maar dit is nog niet het hoogste punt, hè? Absoluut niet. Dat is daarboven. Dat is daarboven, jongens. Daar gaan we nog even. Daar gaan wij ons flesje openknallen. Get the fuck out. En wat is dit trouwens, hè? Trek hem open. Het ruikt naar olie als een malle, jongen. Oké, jongen. Het zien je. Het is niet heel diep. Ik zeg, we moeten naar beneden, man. Dit is wel even een beetje... Dit is wel echt andere koek, hoor. Huh? Wat is dat? Daar, bij die ladder. Gast, we moeten... Zit daar gewoon die olie, of niet? Ik denk het wel, maar we moeten naar beneden. Want hier zijn we nog steeds te zien. Als we er eenmaal in zitten, dan kan niemand ons zien. Ja? Oké, kom. Het ruikt hier ook echt naar de binnenkant van een olietank, man. Ja, het is ook de binnenkant van een olietank natuurlijk. Oh, shit. Ik voel me echt niet veilig. Nee, ik zei het net ook al, we moeten echt fucking oppassen dat we nou niets verkeerd doen. Weet je, op een of andere manier ben ik gewoon fucking bang dat we er doorheen zakken of zo. Ja, nee. Daar ben ik nog niet zo bang voor. Anders zit gewoon een ladder. Anders hadden ze die trap niet gemaakt. Nee. God, jongen, dit is ongelooflijk. Het is gewoon... Ik ga het proberen van... Het gaat mij een keer. We hebben het zwarte goud. Je ziet het. Je ziet de druppels olie. Deze tank is helemaal tot de nok toe gevuld met olie. De grap is dat je hier gewoon naar binnen kan. Serieus man, als wij hier een aansteker bij houden, dan hebben we echt wereldnieuws. We zijn met z'n tweeën gewoon afgedaald naar beneden.
zodat er echt nog maar één dun plaatje metaal tussen ons come on, knap, en miljoenen liters benzine zat. Ja! Die fucking game, man. dit keer laten we wat over voor ons. We hebben wat te drinken, dankzij Jeppe, jongen. We zijn er binnen geweest. We hebben laten zien dat je deze hele toko kan opblazen. Als je dat maar wilt. Als je dat maar zou willen. Een lucifer is genoeg, weet je. Pat. Miljarden liters de lucht in. Net zoals die Kirk. Wij gaan lekker hoppa, zuipen. Inderdaad. Dit was Borderliners. Tot de volgende keer, jongens. High five, ouwe. Yes. Yeah, man.